is te mooi om waar te zijn. Sebastien, we zitten daar met Zeeman. Ik herhaal het, want dan blijft de aandacht erbij. Die zitten daar met Zeeman. Hoe lang zat je er al te praten? Hoe was jou zelf? Een uurtje. Een uurtje. En je had ook wel lol. Ja. En je... Ja? Ja. Ja, dat heb ik ook gedacht. Oké, dus het is af en toe wat harder, af en toe wat zachter. Ja, natuurlijk, maar dat is toch logisch. Ja. En jullie werden verrast, denk ik, door het feit dat er vier rogen een raam open ging. Ja. En daar kwam een emmer water. Het water uit de emmer water, ja, u mag zo meteen. Kwam naar beneden. Ja. Dat water raakte dan een van jullie die daar beneden stond? Nee, want het ging zo. Het was eerst een dreigement. We gaan water over jullie heen gooien. Eerst een dreigement? Ja, dus toen ging we alvast een stapje opzij. Ja. Ja. Dus jij ook bij? Nee. Dus ik zeg ja, gooi dan. Ja. Ja, toen gooi dus. Dus, ik stel even vast dat je kreeg waar je om gevraagd hebt. Maar, wat vond je ervan? Wat voor gevoel gaf het dat je toch kennelijk dat die emmer water ook echt kwam? Ik voelde me aangevallen. Je voelde je aangevallen? Ja. En dat is voor jou, daar zit iets in waarvan jij zegt, van, dat voorbeeld, daar was ik zelf bij. En ja. Dat zit, ja. Dat zit daar kan je wel boos om worden. Daar kan je wel boos om worden. Nou is het heel mooi dat u hier aan tafel komt. Hè, want ik praat over een dialoog en dat je het zelf hebt meegemaakt. Nou, toen was die mevrouw van die emmer water. Met uw goedvinden kijken we gewoon even naar dit voorbeeld om dadelijk ook met u allen die dialoog te voeren. Dus dan hebben we eigenlijk eventjes het volgende opgepakt. Want dat is eigenlijk te mooi, maar het is wel heel treffend dat u dat bent. Want we gaan verplaatsen ons eventjes naar u. U bent trouwens, wat is uw naam? Als. En die woont vier hoog. Ik heb ook vier. Ja.